Meestal een lijntoestel, want de grote maatschappijen, waaronder de KLM, zien liever niet dat er zich al te veel goedkope chartermaatschappijen op Aruba vertonen. De Koningin Beatrix luchthaven behoort tot de modernste van het Caribische gebied en is een schoolvoorbeeld van gerichte Nederlandse ontwikkelingshulp. Zelfs de allergrootste toestellen, zoals de DC-10 en de Boeing 747 Jumbo, kunnen er moeiteloos landen. En de 800.000 passagiers die per jaar via de luchthaven komen en gaan, worden snel en doelmatig afgehandeld. En dan sta je pas echt op het eiland in de blakende tropenzon en de altijd waaiende passaatwind. Bombín, welkom. Het is maar een klein eiland, Aruba, met zijn breedte van 8 en zijn lengte van 30 kilometer, nauwelijks groter dan Texel. De bodem bestaat uit kurkdroge vulkaanrots met daarover een stoffige laag grond. Grond die best vruchtbaar zou kunnen zijn als het maar wat meer regende. Maar de 50 centimeter regen die er per jaar zo omstreeks november vallen, zijn nauwelijks genoeg om de cactussen en de schaarse divi-divi-bomen in leven te houden. De temperatuur is gelijkmatig en hoog, het hele jaar door dag en nacht een graad of 30. De felle zonnestraling wordt gelukkig getemperd door de droge passaatwind die zomer en winter voor verkoeling zorgt. Aan de noordkant van het eiland zorgt diezelfde passaatwind voor metershoge golven die zo op de lavarotsen beuken dat er in de loop der eeuwen de meest grillige natuurlijke bouwsels zijn ontstaan. Een geliefd doelwit voor de ruim 200.000 toeristen die jaarlijks het eiland bezoeken. En verder zijn er de geiten. Tienduizenden zijn er. Eens losgelaten door zorgeloze zeelieden om wat vlees in voorraad te hebben, nu een weldaad en een plaag tegelijk. Een weldaad omdat ze voor een smakelijke aanvulling op het menu zorgen, geitenvlees is een nationaal gerecht op Aruba, en een plaag omdat ze ook het laatste groene sprietje opeten, behalve de cactussen dan. De op één na grootste plaats op het eiland is San Nicolas, een stadje dat vrijwel geheel gedomineerd wordt door de Lago olieraffinaderij, die ruwe olie uit Venezuela verwerkt tot benzine en andere olieproducten. Sinds 1929 vormt deze dochtermaatschappij van de Esso een belangrijke steunpilaar van de Arubaanse economie door de afdracht van zo'n 250 miljoen gulden per jaar aan winstbelasting. De raffinaderij, die aan een kleine 1500 mensen werk biedt, en die ruim 700 Arubaanse toeleveringsbedrijven heeft, zal ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Zeker als de verwachte olie onder het Arubaanse plat inderdaad winbaar blijkt te zijn. Misschien nog wel belangrijker is het toerisme, dat per jaar ongeveer 450 miljoen gulden in het laadje brengt. Vooral aan de zuidkant van het eiland bevinden zich kilometerslange brandschone zandstranden, gelegen aan een kalme, glasheldere, warme zee. Geen wonder dat de grote internationale hotelketens juist hier hun luxe hotels hebben gebouwd. 10 airconditioned paleizen met grote speelzalen en tarieven die voor de gemiddelde Europeaan nauwelijks zijn op te brengen. Ruim 2000 kamers die in onze winter goed bezet zijn, maar waarin 's zomers nog volop plaats is. Ruim 30% van de Arubanen leeft van het toerisme. En zeker niet alleen als kamermeisje of kelner, want verwende Noord- en Zuid-Amerikaanse toeristen moeten ook worden bezig gehouden.
Volgens goed Amerikaans gebruik geven de hotels minstens eenmaal per week een borreluurtje waarop de dranken gratis zijn. Wie het handig aanlegt kan op deze manier iedere dag al ergens gratis aan een Cuba Libre komen. Maar die paar gratis drankjes zakken geheel in het niet bij de overige hoge prijzen. Why did you especially come to Aruba? Because there are lots of islands with a lot of sun, you know? Yes, but Aruba has guaranteed weather, which to me was very important. That's right. And I was here in December and I loved Aruba. And yes. I came, my husband wanted to come back and see it. When you work in the city in New York, you know, we work right at Park Avenue near Grand Central. So when you work in there in that environment, you work with all the big buildings. So you're so thrilled to get where nature is, where you can, you know, kind of commune with God and nature and what have you. It's really lovely. My little woman's over there buying jewelry. I see. And so I'm just standing around waiting. It'll cost you a lot of money, I suppose. But that's for spending. You get money for spending. That's, that's all. Als we dan maar niet zo'n slechte prijs krijgen als we over het algemeen krijgen in Nederland. Waarom dan? Wat dan? Nou, ik vind dat u de boel helemaal verdraait altijd in Nederland. Ja, maar u kent mij niet, dus dat weet u nee, niet. Nee, maar wat we in Nederland zien op de televisie is meestal verdraaid. Ja. Ja. Mijn man is hier geplaatst voor 3 jaar. Voor en, wat? In het marinierskamp, maar hij is zelf van de marine. Ja. En dus jij nu aan de laatste week bezig. Laatste week? Ja. Dus u mag wel goed genieten van alles. Want ja, anders, het laatste week mogen we ook in het hotel van de marine. Wat aardig van de marine. Ja, ja nou moet u terug naar Nederland, hè? Ja. Regen, kou. Nou, het lijkt me wel zalig. Ja, zit u er 3 jaar tropen is ook erg, hoor. Ja. Altijd dag en nacht, altijd warm, warm. Ja. Ja, ik weet niet. Hoe hebt u het gehad hier? Fijn. Erg fijn. De bevolking, ik vind de Arabische bevolking is heel erg aardig, heel gastvrij. De Nederlandse mensen hier vind ik allemaal niet zo aardig. Dat mag ik wel even zeggen. Waarom niet? Ik vind... Een beetje planterstype van vroeger? Ja, ik vind ze denken allemaal dat het koloniaal tijdperk er nog is. Maar ja, dat is er niet meer. Oranjestad is met zo'n 20.000 inwoners de hoofdstad van het eiland. Het doet sterk denken aan een rustige Nederlandse provinciestad. Een indruk die nog wordt versterkt door de vele oer-Nederlandse straatnamen. Toch is de voertaal Papiamento, een mengtaal met vele Spaanse, Nederlandse en Engelse elementen. Nederlands is overigens wel de officiële taal, zodat elke rechtgeaarde Arubaan wel een klein mondje Nederlands spreekt. In deze straat, de Nassaustraat, zijn de meeste wat luxere winkels gevestigd, waarin vooral voor de Amerikanen met hun dollars de prijzen aantrekkelijk zijn. Het assortiment is groot en doet zeker niet onder voor soortgelijke winkels in Europa. Vooral juwelen, kristal, horloges en fototoestellen gaan grif van de hand. Artikelen die overigens stuk voor stuk geïmporteerd moeten worden uit het verre Europa of uit Japan, dat al even ver is. En als een van de 150 cruiseschepen die jaarlijks Aruba aandoen in de haven ligt, dan blijven die winkels zo nodig ook op zondag open. Hoewel Aruba geheel bestreken wordt door de krachtige radio- en tv-zenders van het 20 kilometer verderop gelegen Venezuela, heeft het eiland ook eigen zenders die betaald worden uit reclame. Een van de meest geliefde uitzendingen, en zeker niet alleen bij de Nederlanders op het eiland, is het dagelijkse nieuwsprogramma van de journalist Jos van der Schoot, die tevens hoofdredacteur is van de grootste plaatselijke krant. Londen, Groot-Brittannië zal een Spaanse toetreding tot de EEG blokkeren, tenzij Madrid de grens met Gibraltar openstelt. Dit heeft premier Thatcher in het Lagerhuis verklaard. Capelle, minister de Koning van Landbouw, zal in Zeeland de schade komen bekijken die het bacteriënvuur heeft aangericht in boomgaarden en natuurgebieden. Dat werd aan de ongeveer 300... in Capelle bijeengekomen Zeeuwse fruittelers meegedeeld. En zo heeft u dan weer kunnen luisteren naar de laatste berichten uit buiten- en binnenland. Goedemiddag luisteraars en tot vanmiddag in de Dissel voor de zelfgemaakte hamburgers, de beste van Aruba en daarna het Nederlandse folklorenbrood bestellen bij Piet Hartsveld.
Nou, het zit erop, hè, meneer Van der Schot. Hoe lang doet u dit nou, dit werk? Nou, ik ben dus in oktober 1954 hiermee begonnen. Dat is dus 28 jaar bijna. Het wordt betaald door reclame, hè, dit nieuws? Ja, want anders kun je het natuurlijk niet doen. Want je moet natuurlijk het dure ANP-nieuws kopen, je telexverbindingen. En dat moet dus allemaal betaald worden. Vroeger was het gemakkelijker. Dan haalden we het uit de ether. Dan hoefde je eigenlijk niks te betalen. Maar dat bracht toch ook wel met zich mee dat je dan ook niet het juiste nieuws bracht. Maar sinds het ANP dus een jaar of 20 geleden overgegaan is met een telexverbinding hier, is dat natuurlijk aanmerkelijk verbeterd. Uit de eten halen, u bedoelt pikken, hè? Pikken, ja, behoorlijk. Ja, hoe gaat het nou in zijn werk? Gaat u nou, laten we zeggen, die sponsors af om eens te praten en zegt u dan, joh, wil je een reclame hebben bij mij of zo? Hoe gaat dat? Nou, deze sponsors, de meeste van hen heb ik eigenlijk al vanaf het begin. En die zijn altijd gebleven omdat, niet omdat ik het nou doe, maar dit nieuwsbulletin is dus nogal erg populair. En heeft u nou nog normen bij de selectie van het nieuws? Ja, op de eerste plaats hou je natuurlijk in de gaten het nieuws hier in de regio, wat natuurlijk de mensen bijzonder interesseert. En dan het belangrijkste wereldnieuws. En dan doe ik dus gewoonlijk zo. Het ANP heeft daar een heel makkelijk systeem voor, dat je eigenlijk in de eerste 3-4 regels al kunt lezen waarom het gaat. En je kunt natuurlijk niet voor in een nieuwsbulletin van 15 minuten kun je niet alle lange verhalen gaan staan lezen, want dat interesseert de mensen niet. En u zoekt zelf uit wat de belangrijkste is? Ik zoek dus zelf uit wat ik denk dat dus mijn luisteraars interesseert. Nou, u doet het 28 jaar, ik hoop dat er nog zeker 28 bij komen. Ja, ik hoop het ook. Het eilandbestuur van Aruba bestaat uit een gezaghebber en 6 gedeputeerden, ongeveer vergelijkbaar met burgemeester en wethouders in Nederland. Ze worden gecontroleerd door de 21 gekozen leden van de eilandraad. De centrale regering, waarin Aruba hooguit een minderheid vormt, zetelt op het nabijgelegen eiland Curaçao, waardoor men op Aruba vaak het idee krijgt er maar bij te hangen. Van deze gevoelens maakte Bertico Cruz zo handig gebruik dat zijn partij, de MEP, nu de grootste van het eiland is. Wij vinden dat wij op den duur in het Caribisch gebied onafhankelijk dienen te worden. Wij hebben gedacht, buiten Antilliaans verband met staatsrechtelijke banden met Nederland, deze onafhankelijkheid planmatig voor te breiden en dan met de overige eilanden ook nog een hecht en duurzaam samenwerkingsverband. Maar aangezien wij in het verleden door Nederlandse politici en ook door Antilliaanse politici zijn genomen, wij zijn in een Antilliaans verband gelokt met bepaalde toezeggingen als gelijkwaardige verhouding ten opzichte van Curaçao, waarvan wij slachtoffer zijn geworden, want Aruba is op dit ogenblik, ervaart de kolonisatie meer vanuit Curaçao dan vanuit Curaçao vanwege de centrale regering dan vanuit Nederland, wensen wij nu eruit te stappen met Nederland deze onafhankelijkheid voor te bereiden. En wanneer de overige eilanden dat wensen, zullen wij de deuren openlaten voor een samenwerkingsverband met de overige eilanden. De tweede partij is de Arubaanse Volkspartij, die voor de opkomst van Bertico Cruz jarenlang de feitelijke macht op het eiland uitoefende. De partij voert een gematigde middenkoers, maar partijleider Henny Eeman kan zich toch niet al te ver van het standpunt van Cruz verwijderen zonder ernstig aan populariteit in te boeten. We moeten het statuut dusdanig.